Bij een zwaar ongeval op Rijksweg A58 tussen de afslag Ulvenhout en knooppunt Gelder zijn donderdag in het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt. Een vrachtwagen reed kort na 6 uur in op een file. Daardoor raakten 5 personenauto's zwaar beschadigd. De brandweer moest 2 inzittenden bevrijden uit hun wagen. Ze zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Breda. De weg was als gevolg van het ongeval enkele uren afgesloten.